Ja, de vraag wat een kroongetuige is, dat is in zoverre simpel te beantwoorden. Een kroongetuige is van origine de belangrijkste getuige in een strafproces, van wie veel afhangt. En we hebben dat geregeld in de wet. En de kroongetuige, zoals hij in de wet is geregeld, bij ons is hij A, een hele belangrijke getuige, en B, volgens ons rechtssysteem, een getuige met wie het Openbaar Ministerie een deal aangaat. En die deal houdt in dat het Openbaar Ministerie aan zo'n belangrijke kroongetuige, die dan medeverdachte moet zijn, aanbiedt dat bijvoorbeeld de helft van de gevangenisstraf die geëist wordt, niet geëist zal worden. Dus als iemand mede verdacht is in een zaak, maar bereid is om zijn maten erbij te lappen, dan kan hij daarvoor een beloning krijgen. En die beloning die het Openbaar Ministerie aanbiedt, is vaak de helft van de gevangenisstraf. Dus als het gaat om moord bijvoorbeeld, waar iemand makkelijk 30 jaar gevangenisstraf voor kan krijgen maximaal, kan het Openbaar Ministerie zeggen, ik zal tegen u niet meer dan 15 jaar eisen. Het risico om met een kroongetuige te werken is dat een kroongetuige per definitie een belang heeft bij de deal, de overeenkomst, omdat hij zijn strafvermindering in de wacht moet slepen. En vanwege dat belang dat een kroongetuige heeft bij het in de wacht slepen van zijn strafvermindering, zou je kunnen zeggen dat een kroongetuige per definitie ook een onbetrouwbare getuige is. Want hij wil natuurlijk zijn toegezegde strafvermindering, en dat kan echt een hele hoop zijn, wil hij natuurlijk niet op de tocht laten staan. Ja, het Openbaar Ministerie wil toch vaak met kroongetuigen werken, omdat ze in hele ingewikkelde, gecompliceerde zaken die vooral georganiseerde criminaliteit betreffen, zit een bewijsnood. Het bewijs ligt bij de georganiseerde criminaliteit niet voor het oprapen. Dus zo'n kroongetuige kan natuurlijk heel belangrijke informatie over het functioneren van een criminele organisatie geven. Wie is de hoofdman, wie is de uitvoerder, en het hele rollenpatroon kan vooral door zo'n kroongetuige toch geschetst worden. Wisselend, we hebben natuurlijk best wel zaken gehad. Om te beginnen, de eerste grote kroongetuigenzaak, die was in 1996, de zogeheten Octopuszaak, over grote hashhandel. Die man staat bekend als de hakkelaar. En daar is het voor het eerst in geïntroduceerd. Daarna is het in grote megazaken toegepast. We hebben nu het passageproces hier in Amsterdam, in de zaak van Holleder, onder andere. Daar wordt dus gebruik gemaakt van meerdere kroongetuigen. En ik heb zelf grote moeite om een kroongetuige als een raadsman bij te staan. Dat doe ik liever niet. Je zit altijd toch in een totaal andere positie als raadsman dan wanneer je een verdachte verdedigt. En ik heb gewoon in het verleden toch een aantal ervaringen opgedaan als raadsman van een kroongetuige, die mij nou niet echt vreselijk enthousiast hebben gemaakt om dat nog eens een keer te doen. Dus ik sta bij voorkeur geen kroongetuige bij. Toch.